Voilà. Dat is hier het nieuwe hoofdstuk. Dat is het hoofdkwartier van het... Vanuit de sport naar de business. Ja. Voilà, dat is hier het... Van de Walla Resourcement Center. Ja, dat is het, ja. Ja. Met de computers, allee, daar. En de faxen en de mails en heel de cirkel. En dat is een beetje de boeken. Meer wat dat alles. Mag je inspiratie uithalen? Ja, niet alles. Anders, dat zijn er ook nog. En dat zijn de bureau. Marleen, mijn vrouw. En dat is hier eigenlijk feite de grote chef. Ik kan hier, hier heb ik niks mee te zeggen. Dat is hier de grote patroon en die dat allemaal managt. En wat is dat dan wat jullie doen met die klant? Afzien op sportief gebied? Of? Nu, in het begin ben ik begonnen met een beetje echt outdoor. Dat is vlotten bouwen, een grote kruiper, rotsen afdalen, schrik geven aan de mensen en terug. Op die manier proberen de mensen terug een bepaalde energie. Wat heb ik wel gemerkt? Dat allee, wij Belgen, wij zijn harde werkers en de mensen werken nou hard genoeg. En ik denk dat niet meer en meer en nog harder en dat het thema moet zijn. In plaats van tanden op elkaar pedaleren en stampen, hoe kunnen we het op een rustige manier hetzelfde doel gaan bereiken? Dat hij een goede energie heeft om alle dagen goed zijn job te doen, goed thuis te zijn met zijn familie en met zijn kinderen en nog een beetje tijd heeft voor zichzelf. En daardoor de energie eigenlijk beter gaat presteren op zijn job.